theorie. Waarom eten we eigenlijk vlees? Een doodgewone les voeding op het Clusius College in Grotebroek. Tenminste, zo lijkt het. Want er staat de eerste klassers een verrassing te wachten. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan met insecten koken. De bereide meelwormen en buffalo's. Daar kijken we naar. Geef ze me even door. Als ze van de schrik zijn bekomen, is het tijd om met de recepten aan de slag te gaan. En ze voelen niet lekker en het zijn kleine beesten. Ja. Wat wordt het? Het worden chocoladestukjes met meelwormen erin. Die vleugeltjes moeten er dus gewoon echt af. Andere groepjes moeten met een wat groter insect iets lekkers zien te maken. De sprinkhanen, de vleugeltjes en de pootjes zijn we eraan het afhalen om te frituren. Dat ze zien dat er ook andere eetbare wezens zijn die minder aanslag plegen op het milieu. En dat is ook het leuke van koken met insecten. Dat ze het dan gewoon ook gaan eten en gewoon lekker vinden. Een stukje in mijn mond. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik het ga eten. Waarom twijfel je? Ja, het is nog niet zo heel erg bekend ook, omdat ook te eten. Je eet natuurlijk eerder gewoon vlees en zo. Dus. Ze leren hier dus nieuwe soorten voedsel kennen. En dat is ook de bedoeling van deze week. Dat er nagedacht wordt over vleesvervangers. Hier moet dat zelfs in de pauze. Jij wou net een tosti bestellen? Ja, er zit geen ham op, dus dan is het niet zo lekker. Dus geen tosti? Nee, vandaag niet. Ik heb de knakworsten geprobeerd, de vegetarische knakworsten. Lekkerder dan de echte? Dat kan niet. Ik vind echt vlees vind ik toch lekkerder dan nepvlees. Nee, dat gaat niet van mijn bord af. In Nederland eten we gemiddeld 770 gram vlees per persoon per week. 7 dagen zonder blijkt veel effect te hebben. Er wordt dan ontzettend veel water bespaard en energie. En er komen minder vervuilende gassen in de lucht. Insecten zijn natuurlijk ook dieren, maar nauwelijks schadelijk voor het milieu. Ik twijfel er wel over of het vlees is of niet. Want het is toch een dier. Iets om over na te denken dus. Eerst maar eens proeven wat ze er deze les van gebakken hebben. Ja, hè? Ik vind het wel lekker. Ja, het is niet super vies, maar... Wat proefde je? Vooral de meelwormen.